Broeders, zusters, een heel hartelijk goedemorgen, ook van mijn kant. Fijn dat u er bent en ook uiteraard die thuis met ons verbonden zijn. Wat een voorrecht dat we samen de Heer mogen prijzen om wie Hij is. Het is een geweldig voorrecht om gelovig te mogen zijn. De Heer zegt in zijn woord, juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, zie niet angstig rond. Want ik ben de Heere, uw God. Ja. Ik wil een aantal versen met u lezen uit Openbaring 8. Dat gaat over de opening van een aantal zegels. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 8, we lezen vanaf het eerste vers. En toen het lam het zegende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. De eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel. Die brandde als een fakkel. Daar viel op de derde deel van de rivieren en op de waterstromen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde een engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Tot zover het woord van de Heere. We gaan de eerste ja, ik wil vanmorgen een aantal gedachten met u delen over Openbaring 8. En als we dat samen hebben gelezen, dan kan ik me voorstellen dat u denkt, hier word ik niet echt blij van. Nu, laat me beginnen door te zeggen, als u het Oude Testament leest, en ik hoop dat u een beetje bekend bent met het Oude Testament, want dan begrijpen we ook beter het Nieuwe Testament. Maar we weten, om daarmee te beginnen, dat God zich een volk verkoos om zijn naam te verkondigen onder de heidenen. Dat volk leefde in afzondering. Ze kregen de wet van God
En ze waren geroepen om de grote daden van de Heere te verkondigen. Nu we weten dat er heel veel mis is gegaan. Want Israël verviel in afgoderij. De Bijbel noemt dat hoererij. En daar heb ik het niet over lichamelijke hoererij, maar geestelijke hoererij. En God zond in zijn grote genade, broeder, zuster, elke keer weer opnieuw profeten. En die profeten hadden de taak om het volk te wijzen op de principes van God. Was dat een mooie betrekking of een mooie baan, zou je kunnen zeggen? Nee, absoluut niet. Want velen zijn van hun omgebracht, want men wilde niet horen wat God wilde zeggen tegen het volk. Maar de bedoeling van onze hemelse Vader was om dat volk weer terug te brengen op die oude weg naar de oude paden, zoals de profeet Jesaja dat zegt. Nu, dat heeft heel veel moeite gekost. Soms lukte het en soms lukte het niet. En dat Israël in ballingschap is gegaan, u denkt aan de eerste 70 jaar waarover geprofeteerd werd, ook door middel van Jeremia. En u weet, ze werden naar Babel toegevoerd. En dan komen ze weer terug en dat is echt bijzonder om dat te volgen. Want dan komen ze weer terug, een gedeelte, dan gaan ze bouwen aan de tempel die verwoest was. En dat doen ze met veel verven. En ja, ik heb gelezen van de bazuinen en eigenlijk zou ik daar iets van willen vertellen vanmorgen, heel veel. Want die bazuinen die hebben een geweldige inhoud in zich. Maar wat gebeurde er? Israël bouwde en toch verviel het weer in afgoderij. En toen weten we, toen is die grote diaspora gekomen en Israël is verspreid over de hele wereld. En God had dat al verteld aan Mozes in Deuteronomium 28. Daar lezen we van de zegen en daar lezen we van de vloek. Maar weet u, het is zo bijzonder, broeder en zuster, de Heer begint met de zegen. Nooit met de vloek. We gaan altijd met de zegen. Hij heeft het verlangen om te zegenen. God wil het oordeel niet, maar zijn rechtvaardigheid roept om het oordeel als er niet aan hem gehoorzaam wordt. Nu, en zo is het nog. Gods hart gaat naar mensen uit. En dat de Heer Jezus nog niet gekomen is, zegt de apostel Petrus, is om reden dat de bewogenheid naar mensen toe die verloren gaan zo groot is dat God het uitstelt. Dus vanmorgen mag ik u eigenlijk ook uitnodigen als u de Heer Jezus niet kent. U die thuis met ons verbonden bent of hier in deze zaal. Mag ik het u vragen? God heeft u lief. Hij zond zijn zoon naar deze wereld om u te redden. Wat bijzonder, hè? Ik denk als je daar al in verdiept dat hij, de Zoon van God, de hemel van de heerlijkheid verliet. Dat hij de liefdevolle nabijheid van zijn Vader mocht ervaren. En dat hij naar deze verdorven wereld ging om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En weet u, en dat kost een beetje inlevingsvermogen. Maar hij wist voor de grondlegging van de wereld al dat hij de kruisdood zou sterven. En ik moet u zeggen, dat ontroert mij. Dat die lange weg altijd voor hem bekend is geweest, want hij sprak de woorden uit, zie, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Wat bijzonder, hè? Wat een agape liefde straalt daaruit. Dat je bereid bent om je leven te geven, je te sterven voor mensen die het niet verdiend hebben. Ja, toch bijzonder, hè? Ja, dat brengt me ook bij het boek Openbaring, want God heeft u en mij niet onwetend willen laten over datgene wat gebeurt, broeders, zusters, wat gebeuren zal. En eigenlijk heeft hij de bedoeling ermee gehad om te zeggen,
Je hoeft dat niet mee te maken, want er is een escape. Je kunt het ontvluchten. Je kunt het ontvluchten door je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Je hoeft nooit in het oordeel te komen. Want de Heer Jezus heeft het oordeel gedragen op het kruis van Golgotha. Broeder, zuster. En dat wil ik zo graag met u delen vanmorgen. Dan zegt u ja, maar u hebt allemaal oordelen. Hebt u voorgelezen? Ja, dat is ook zo. Maar er zit ook een bemoediging in. Want dat God de wereld moet oordelen, dat is, ik zou bijna zeggen, vanzelfsprekend als je dat in verhouding brengt met zijn rechtvaardigheid. God is volmaakt. Hij kent geen zonde, zelfs de Heer Jezus niet. Als we lezen in 2 Korinthe 5, vers 21, daar staat dat de Heer Jezus voor ons tot zonde is gemaakt. Opdat wij zouden zijn de rechtvaardigheid Gods in hem. Nu, ik heb al een aantal gedachten met u gedeeld hier aan vooraf. Maar hier komt een stilte in de hemel. Het wordt angstvallig stil. En die stilte, mag ik dat even naar deze tijd toe brengen, want dat kost een beetje moeite om stil te worden. Ik verbaas me allemaal over mensen die de hele dag niet zonder geluid kunnen. Is toch zo? Maar weet u, juist in de stilte wil God tot u en mij spreken. En als we alle stemmen van de wereld bij ons binnenlaten, dan verzuimen we te luisteren naar de stem van de goede herder. En hij wil spreken door zijn woord en door zijn geest. Want dan wordt er gezegd, ja maar broeder, hij spreekt toch niet? Natuurlijk spreekt hij. We hebben niet een zwijgende God, we hebben een sprekende God. En zodra je de Bijbel opendoet en je gaat lezen, dan spreekt God door de Bijbel tot jou en mijn hart. Zo spreekt hij. En dat is van Genesis tot Openbaring. En dat is zo'n geweldige rijkdom. En daar word je nu blij van. Maar waarom kan ik blij zijn? Omdat ik niet meer onder het oordeel ben. Nu, de stilte. En u kent ze misschien ook wel. Mensen die lopen in de natuur of fietsen in de natuur. En ze hebben allemaal dingetjes in hun horen of allemaal, ik mag niet generaliseren. Maar denk, wat pak je nu op? Wat pak je op? Ik denk, en u vindt het misschien scherp dat ik dat zeg, maar onze oren, ons brein wordt vergiftigd door de social media. Want het is voor het grootste deel bagger. En u vindt het misschien vreemd dat ik dat zeg, maar dat is de realiteit. En weet u, we zijn verslaafd geworden aan het mobieltje. We kunnen er niet meer zonder leven. En dat is toch onvoorstelbaar, broeder, zuster. Want wat brengt het ons? Ik bedoel maar, in afzondering leven met de Heer, momenten kiezen dat je je knieën buigt, dat je het woord leest en dat je het door laat dringen. Daar word je rijk van. En dat is bijzonder. Een stilte in de hemel. Een half uur. En dan komen de zeven engelen. Ik zag zeven engelen die voor God stonden. En er werden zeven bazuinen gegeven. Nou, de bazuinen, ik vind dat heel... De bazuinen nemen in de Bijbel een grote plaats in. En als er op de bazuin werd geblazen, dan werd het volk vaak verzameld. Hè? Je had verschillende klanken. Maar dat bazuin zal ook klinken als de Heer Jezus terugkomt. Op de wolken van de hemel. Nou, ik vraag me af als je die bazuin wel hoort, als je die dingen in je oren hebt. Maar broeder, zuster, ik zeg het in alle ernst. Maar zijn we bereid om te gaan? Zijn we bereid om te gaan? Zijn we zo afgestemd dat we zeggen, ja maar Heer, wat mij betreft, en mag u dat van mij weten, dat heb ik wel meegezegd, ik ben echt niet levensmoe hoor.
Echt niet. Maar mijn diepe verlangen, mag ik zeggen met de apostel Paulus, met Christus te zijn, is verreweg het beste. En soms dan vult een enorm heimwee mijn hart. Mag je gerust weten. Ik heb al verschillende van mijn geliefden weg moeten brengen. En soms kan ik er zo naar verlangen om eens weer terug te zien. Maar het allermooiste wat ons te wachten staat. Het allermooiste, daar zien we Jezus. En dat is het allerbelangrijkste. Want hij kocht ons met zijn dierbaar bloed. En dan gaan die zeven engelen die voor God stonden, die gaan wat zijn. En dan ga ik iets zeggen over, want voor zover ik het kan lezen, broeder, zuster, hebben we het over twee altaren in dit hoofdstuk. Het reukofferaltaar en het brandofferaltaar. En het altaar in enkelvoud wordt altijd genoemd, en u leest het ook in verdere delen van Openbaring, wordt altijd het brandofferaltaar genoemd. Daar werden de dieren op geofferd. U weet wel dat Mozes, die kreeg dat voorbeeld van die tabernakel, maar je kunt anders niet zeggen dat Mozes is enorm geïnspireerd geweest door de Heilige Geest. Want als je die tabernakel in zijn details bekijkt en je leest erover, en al tot in alle details heeft hij het opgericht. Naar het hemelse voorbeeld. Maar goed, het brandofferaltaar, daar werden de dieren op geofferd. Maar weet u, het verwijst allemaal naar dat ene volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En wat zegt de apostel? Wat zegt Johannes, Johannes de Doper? Als je de Heer Jezus ziet komen, dan zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu, maar het reukofferaltaar, dat is ook belangrijk, dat stond voor het heilige. En misschien dat ik dat nog even mag noemen, maar als je van boven kijkt op het tabernakel, als je het dak er zou afnemen, dan zie je het kruis. En wie is het hoofd? Waar is het hoofd? Waar staat het heilige der heiligen? Zit aan de bovenkant van het kruis, het hoofd. De Heer Jezus is het hoofd. Dat was de ark, weet u wel. Het type van de Heer Jezus. Oh, daar zou je zo graag eens wat meer van willen zeggen, maar dat doe ik vanmorgen niet. Maar ik heb het over het reukofferaltaar. En er werd een lieflijke reuk werd er gebracht. En dat zijn de gebeden van de heiligen. Broeder, zuster. En de gebeden van de heiligen worden door God bewaard. Die stijgels waren vierde persoon van de Heer Jezus naar de Vader toe. Hij leeft om voor u en mij te bidden. Hebreeën 7, vers 25. En wat zegt dat? Ze zeggen de korte brieven van Johannes. Hij is onze voorspraak. Hij brengt de gebeden als een reukoffer bij de Vader. Nu, daar heb je het reukofferaltaar. Ik ga er niet te veel over zeggen natuurlijk. En het brandofferaltaar. En hier zie je dat nog een keer. En dan hebben we dat wierookvat. En dat wordt door de engel genomen, want hier wordt gesproken over de Heer Jezus. Opdat hij dat samen met de gebeden, zal dat nog even herhalen, van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zal leggen. Dus, broeder, zuster, als bemoediging vanmorgen, denk niet dat de gebeden dat vanuit het diepst van uw hart naar boven toe komt, dat er één van verloren gaat. En onderschat niet de kracht van het gebed. Bidden, dat zegt de bekeerde Jood, hij leeft niet meer, dat kostte is eeuwigheidsademhalen. En bidden is niet altijd, bij wijze van spreken, dat je op knieën ligt. Maar bidden kan je ook, in alle eerbied gezegd, met de pet op. Bidden kan je in de auto. Je kunt altijd het contact leggen met je hemelse Vader, want je hebt toegang, vrije toegang tot de genade.
troon, broeders en zusters. Vrijelijk mogen we binnengaan. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha en de geest gaf, wat gebeurde toen? Het voorhangsel scheurde. En dat betekende, de weg naar het hart van God is vrij. De rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit het hand van de engel op tot voor God. De engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Hier ziet u daar een stukje van. God komt tot het oordeel. En weet u, daar wil ik het volgende van zeggen. De wereld, en dat is natuurlijk heel tragisch, maar de ongelovigen verwerpen het volmaakte offer wat God heeft gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En God kan niet anders om dat te oordelen. Dus diezelfde Heer Jezus die verworpen wordt door de mensen, die krijgen nu het oordeel over hun heen, die mensen die hem afgewezen hebben. Maar dat hoeft niet, want ik wil dat nogmaals benadrukken. We leven nog in het tijdperk van de genade. En dan wordt het vuur gestrooid op de aarde. Bliksemen en donderslagen, we weten dat ook, dat gebeurt ook op de Sinaï. Van het oordeel van God, broeders, zusters. Hier hebt u een stukje van donder en bliksem in slagen, maar ook aardbevingen. En als je Matthäus 24 daarin opslaat, waar de Heer Jezus dus spreekt over de eindtijd. En dan moet ik u zeggen dat dat is alleen, wij hebben dat tot lering kunnen we dat lezen. Maar het is eigenlijk alleen voor de Joden. Want het gaat over het Joodse volk. Maar de Heer Jezus heeft wel voorspeld wat er zou gaan gebeuren. En onder andere, we hebben nu te maken met oorlogen. We hebben met geruchten van oorlogen, zegt de Heer Jezus, dat zegt in Matthäus 24. We hebben te maken met hongersnoden. We hebben te maken met de pest of virussen. En dan komen we terecht op datgene waar we mee te maken hebben in onze samenleving, wat de beperkingen oplegt. Maar dan kom ik weer tot de uitdrukking, broeders en zusters, wat ik al eerder heb gezegd, van dit hele COVID-gebeuren is een opstapje naar een totalitair systeem. En ik begrijp werkelijk niet dat de mensen het niet doorhebben. De waarschuwingen van God zijn zo duidelijk geweest. En als de woorden van de Heer Jezus Christus in Matthäus 24 zijn zo duidelijk geweest. Want God die ziet de tijden van onze overziet de tijden van onze onwetendheid. U kunt dat ook lezen in Jesaja 46. Ik ben uw God. En ik voorspel wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik heb het al meer gezegd, als je de apostel Johannes, die werd naar Patmos verbannen. En wat gebeurt daar? God liet hem zien wat er zou gebeuren in de toekomst. En er staat in de tekst, al stond ik er bovenop. En wat heeft men met het boek Openbaring gedaan? Niet daarover te generaliseren, men heeft het veel in de kerken weggedrukt, want men wist niet hoe men ermee om moest gaan. En nu zie je dat het hele boek Openbaring, waar we mee te maken krijgen, dat is heel dichtbij gekomen. De zeven engelen, de aardbevingen, verwoesting. Nu, de zeven engelen uit, die gaan bazuinen. We zijn klaar om te bazuinen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur kwam naar beneden toe. Nu, je kunt dat zinnebeeldig, kun je dat zien, symboliek. Ik geloof niet dat het symboliek is, maar dat het werkelijkheid is wat hier dus staat. Dat, we weten dat ook met de plagen van Egypte, er kwam op dus de hagel
en al die dingen meer. U leest dat onder andere in Exodus. Blies op de bedijm, kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. God oordeelt. Maar als je het bloed, laten we zeggen, buiten het lichaam houdt, dan is daar de dood. Want bloed betekent het leven, maar dan is daar de dood. Nu, dat oordeel, en je ziet dat verder op, ook in Openbaring, daar worden op een gegeven moment hagelstenen, schrikt u niet, van een talentpond is ruim 40 kilo, vallen er naar beneden toe. Dat zijn de oordelen die over deze wereld komen. En dan zeg ik het nogmaals, heeft God dat echt bedoeld? Nee. Met een dikke streep eronder, nee. Maar juist dat het volmaakte wat God gaf aan deze wereld, werd door hun afgewezen. Het is begonnen bij het Joodse volk. Laten we maar eerlijk zijn. We houden van Israël. We moeten bidden voor Israël. We moeten bidden om de vrede van Jeruzalem. Maar het mag duidelijk zijn dat Israël hun Messias door de handen van de Romeinen heeft laten kruisigen. Wij hebben geen koning dan de keizer. Dat was het. Hagel en vuur, vermengd met bloed. En dat werd op aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Wat een oordeel. We hebben nu te maken met heel veel dingen. Als we ons heen zien, hè, de bosbranden die woeden. We weten dat de tsunamis met de orkanen. En noemt u maar op. Het zijn als het ware, wat de Bijbel zegt, barensweeën. Dus er is een voormelding, als ik het zo mag zeggen, van alles wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar broeders, zuster, wat ben ik blij om met u vanmorgen te mogen delen. Als dit alles gaat gebeuren, is de gemeente veilig. De gemeente is geborgen bij God. Want wij worden weggerukt. Want zoals de apostel Paulus het zei, wij zijn niet geroepen tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. En daar wil ik u echt mee bemoedigen. Maar ik wil ook de boodschap doorbrengen en doorgeven van hen die de Heer Jezus niet kennen. Vlucht nog, nu het nog tijd is. Grijp de reddingsboei die de God de Vader in de Heer Jezus je toewerpt. Het is de ernst van de situatie. Want denk niet, klinkt misschien allemaal wat negatief vanmorgen, dat u zegt van, deze broeder maakt me bang. Nee, dat maak ik u niet. Ik wil u blij maken met de Heer Jezus. Maar ik wil u ook vertellen, dat als u weigert de Zoon van God in uw leven toe te laten, zal dit u gebeuren. Wat hier staat, daar zult u kennis maken met de rechtvaardigheid van God en met de oordelen van God. Want hij heeft het op laten tekenen om te waarschuwen. Barensweeën. Het derde deel. Het tweede zegel. Nog even terug. Vers 6 tot en met 7 lezen we over de enorme rampen die de wereld treffen. Derde deel van de bomen. Derde deel van de zee. Het derde deel van de water werden. De eerste bazuin, die heb ik met u behandeld. En de tweede bazuin. En de engel blies erop en werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. Ik weet niet of u het een klein beetje volgt, maar het wordt breed gemeten in de via de krant en ook via de verdere media dingen, dat de handel, dat stagneert een klein beetje, want die grote containerschepen zijn er tekort. Ik weet niet of u weet de afmetingen van die containerschepen die uit China en Taiwan met allerhande, mag ik een beetje grof zeggen, rotzooi,
waar we zo gek op zijn. Ik mag geen reclame maken, maar dat doe ik ook niet. Ik zal er verder niks van zeggen. Maar weet u wat het is? De prijzen van die containers die zijn vertienvoudigd. En u kunt dat allemaal lezen. Maar daar heb je weer een voorbode. Want weet u, als dit gaat gebeuren, dan gaat een derde van het leven van de zee, die zal het leven laten en de schepen zullen vernietigd worden. Dus de handel in alles komt volledig stil te leggen. Nu, even iets heel simpels. Als wij 's morgens uit bed vandaan komen, en dat is nu nog licht, maar als het wat donker wordt, dan vinden we het vanzelfsprekend dat als we het knop, de schakelaar omdoen, dat we elektriciteit hebben. We vinden het ook vanzelfsprekend als er water uit de kraan komt. Maar het zou ook kunnen gebeuren dat het niet eens een keer zo is. En ik was afgelopen week in de winkel en wat stond er? Een heleboel artikelen zijn niet meer te leveren en dan komt er een heel verhaal. En dat brengt mij eigenlijk tot de gedachte van, zie je wel, het kan zomaar stoppen. Want we zijn zo kwetsbaar geworden met alles, dat er hoeft niets te gebeuren of het stagneert. Dus wat dit aangaat, als we dit lezen, dan is dat helemaal niet zo verwonderlijk dat er een bepaalde aanloop is naar al dit soort dingen. Broeder, zuster, het leven stierf en het derde deel van de schepen verging. Moet u zich voorstellen wat een catastrofe dat is. En we hebben nu al zoiets van, als er iets in de wereld gebeurt, dan worden de camera's erop gericht en het wordt direct bij ons in beeld gebracht in de kamer. Maar dit zal alles overtreffen. Waarom? Omdat God hier oordeelt. We gaan verder met, en toen de derde engel de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel en viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster was Alsem en het derde deel van de wateren veranderde in Alsem, oftewel het werd bitter en veel mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. Dat brengt je ook tot nadenken. Nogmaals, hoe kwetsbaar zijn we geworden. En de bitterheid van het water, want water is de eerste levensbehoefte. We hebben dat ook gezien in Exodus, hè, met de Egyptenaren, dat het water werd bloed. Het was niet meer te consumeren. En dat betekent ook dat er heel veel mensen aan zullen sterven. Maar het erge van het geval is dat mensen hoeven niet te sterven hieraan. Zo heeft nogmaals God het niet bedoeld. Maar het gaat wel gebeuren. En eigenlijk wil ik iedere keer weer opnieuw het onder de aandacht van mensen brengen door te zeggen van, weet wat er aan staat te komen. En vlucht. Vlucht in de armen van de Heer Jezus. Veel mensen stierven van het water omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. Dus we spreken hier elke keer weer opnieuw over het derde deel wordt getroffen wordt. Maar wat een catastrofe waar de mensen mee te maken krijgen. Als je voorstelt dat een deel van de zon dus niet meer schijnt, een deel van de maan niet meer, een deel van de sterren niet meer. Onvoorstelbaar. Het is moeilijk te vatten dat dit gaat gebeuren. Maar nogmaals, het oordeel van God staat klaar voor deze wereld. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur. Nee, dat heb ik gelezen, sorry. Ik zie het even verkeerd. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, wee, wee,
Wee hen die op de aarde wonen vanwege de overige bezuin stoten en van de drie engelen die nog op de bezuin zullen blazen. Nu hebben we vier engelen die op de bezuin hebben geblazen. En dan kom ik weer even op het geluid van de bezuin, broeders, zuster. Want ik wil echt het positieve van morgen wil ik aan u doorgeven. Er is heel veel moeite en zorg. En er is heel veel verdriet wat hiermee gepaard gaat als deze oordelen van God over de wereld komen. Maar die bezuin, die lezen we onder andere in 1 Korinthe 15, vers 52 en 53. En dan gaat het over de opname van de gemeente. En wat Paulus ook zegt in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Daar wordt ook op de bazuin geblazen. Maar dan is het een ander geluid. Want dat geluid, dat zal de doden gaan opwekken. Mag ik u vanmorgen bemoedigen door te zeggen, als u een geliefde hebt begraven. En dan staat u bij het graf. En ik moet u zeggen, dan is voor mij het punt, dit graf blijft niet gesloten. Het zal geopend worden. Want, dat zegt de apostel Paulus, wie in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dus zijn komst is eerst dat hij ons ophaalt. En zijn tweede komst is dat wij met hem terugkeren. En zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. Maar weet je, in die zevenjarige verdrukking, waar we het over hebben in het boek Openbaring, dat is een periode van 7 jaar, onderverdeeld in 2 keer 3,5 jaar, die brengt zoveel leed mee voor de wereld. En wat het erge van het geval is, dat we dan ook nog een bepaald moment lezen en ze zullen zich niet bekeren. En met heel mijn hart, en ik wil u dat ook vanmorgen meegeven, van als u mensen in uw omgeving hebt, familieleden, kinderen, kleinkinderen, ik heb het al gezegd, het gebed is een geweldige kracht. Bid voor hen. Bid voor hen dat ze tot geloof mogen komen in de Heer Jezus. Want nog binnenkort, en we kunnen dat absoluut op grond van de Bijbel zeggen, hij staat te komen. Heel spoedig. En dan gaan die 7 jaar die gaan in vervulling. En dan gaan al die oordelen waar gesproken wordt, wat Johannes zo duidelijk heeft gezien, die worden over de wereld uitgestort vanaf de hemel. Dus vanaf de troon van God. De bazuin. Met alle bewogenheid. En daar wil ik ook mee afsluiten. God wil dat alle mensen behouden zouden worden. 1 Timotheüs 2 vers 4. Waar we letterlijk lezen. God wil dat alle mensen behouden worden. En tot de kennis van de waarheid komen. Dat zijn twee verschillende dingen. Eerst het behoud. En dan tot de kennis van de waarheid. Nu het behoud ligt in het vertrouwen wat je mag stellen op de Heer Jezus. Wat het lied ook zegt. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Maar het tweede is dat je toeneemt in kennis. Dat je het woord van God bij je draagt in je hart. Dat je de Bijbel gaat lezen. En dat je dat uitstraalt. Want weet u, dat wil ik nog zeggen. Als je de tabernakel hebt, en nog even dat punt. Hè, eerst als je die prachtige doeken met allerhande kleuren, wat dan ook spreekt van de veelkleurigheid van de Heer Jezus. Dan komt daar het brandofferaltaar. Dat kom je eerst en daar werd het offer gebracht. En dan kon je verder. En dan moest je via dat water. Er stond een bak met water, mag ik het zo zeggen?
Dan moesten ze zich wassen. Maar wat zo belangrijk is, broeder, zuster, en ik hoop dat u zich dat realiseert, dat als u in gebed gaat, dat u zich laat reinigen door het woord van God. Want het woord van God is als het water, het reinigt. En als je gereinigd hebt, als je dat wasvat, als je daar het badwater van het woord in gereinigt, dan mag je doorlopen. En dan kom je in dat heilige der heiligen. En als je dan nog even verder gaat, het voorhangsel is gescheurd, dan kom je in het heilige. En dan mag je een ontmoeting hebben tegen Jezus. Hij is onze voorspraak. En dan mag je een ontmoeting hebben met de Vader. En dan mag je vrijmoedig gaan. Zoals Hebreeën 4 dat ook zegt, dat we vrijmoedig mogen gaan. En dan tot de troon van de genade om barmhartigheid te verkrijgen. En God is barmhartig. Mag ik u dat meegeven vanmorgen? Hij is echt, heeft het verlangen om u te redden. Van het komende oordeel. Broeders, zuster, stel uw vertrouwen op de Heer, uw God.